De provincie bestaat 200 jaar. Daarom aan het eind van het jaar de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Met vier Zeeuwse 4-HAVO-klassen. Vorige week waren we in Goes en Zierikzee. Vandaag op de stedelijke scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Welkom. Ik neem u zo meteen mee naar binnen, bij Nehalennia. Nehalennia is een school voor voortgezet onderwijs waar zo'n 1000 leerlingen in dit gebouw naar school gaan. Nehalennia is een hele bijzondere naam voor onze school. De naam is ontleend aan de enige inheemse Romeinse godin die Nederland gehad heeft, namelijk Nehalennia. Ze is de godin van de zeevarenden en de godin van de vruchtbaarheid. Wat dat betreft is Nehalennia denk ik een mooie naam voor leerlingen die naar deze school komen. Namelijk een fase in op reis naar volwassenheid. Daar is hij dan, de koffer. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en veel plezier. Dank je. Ja, en dan de koffer weer. Met alle benodigdheden en de outfit voor de quizmaster. Nee, echt. Het is niet zo slaande, je doet niet een carnaval. En trekt ze die aan? Nee dus. Dan de klas. Is die goed? Ja, dit is een heel goede klas. Halen goede cijfers, doen altijd leuk mee en is heel gezellig. Dus HVC is wel leuk. Iedereen klaar? Begin maar. Eerst vullen alle leerlingen weer een lijst in met 20 meer keuzevragen. De beste 4 leerlingen gaan zo door naar de volgende ronde. Maar de gemiddelde score van de klas is ook belangrijk. Die telt namelijk mee in de strijd tegen de andere scholen. En die vragen blijven lastig. Hoe heet de chefkok die vorig jaar besloot de deuren van zijn 3-sterrenrestaurant Uitsluis in Sluis te sluiten? Ik denk het antwoord Sergio Herman. Jacob Hobijn, een Zeeuwse held uit de oorlog die Nederland vanaf 1830 tegen België voerde. Waarom werd hij een held? Hij blies zichzelf een schip op in de haven van Antwerpen. De uitslag van de eerste ronde. Gemiddeld scoorde deze HAVO4 een 9,6. De hoogste score tot nu toe. Maar dat zegt nog niets. Want pas in de volgende ronde vallen de echte punten te verdienen. Maar wie gaan er door naar die tweede ronde? Sarah met 14 punten. Welke 4 leerlingen scoorden het best? En de beste score die tot nu toe gehaald is... Mark met 17 punten. Ronde 2. 4 kandidaten. Sarah, Mark, Nanjar en Wessel. Opnieuw meer keuzevragen. Ieder goed antwoord levert 2 punten op. Het gaat over de naam van onze school, Nehalennia. We weten allemaal wie dat is. Een inheemse godin die hier in de Romeinse tijd werd vereerd. Maar de vraag is, waar staat sinds 2005 een reconstructie van een Nehalennia-tempel? Is dat A in Domburg, B in Colijnsplaat of C in Aardenburg? Het antwoord is B, Colijnsplaat. Goed gedaan, Anjar. Voor vraag 2 gaan we even naar een filmpje kijken. Onder het motto Ruiten is troef is in verschillende plaatsen in ons land een glasinzameling begonnen die ten doel heeft op radicale wijze de geteisterde gebieden voor de winterinval aan vensterglas te helpen. In Den Haag wordt met behulp van de PTT langs de huizen glas opgehaald. Nou, de vraag is, naar aanleiding van welke gebeurtenis werd er glas voor Zeeland ingezameld? Is dat A, de watersnoodramp van 1953? Is dat B, de heftige gevechten in Zeeland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog? Of C, heftige acties tegen de invoering van tolheffing voor veerboten in 1958? Goeie antwoord was optie B. Goed gedaan, Sarah. Welke Zeeuw werd onlangs door het blad Esquire uitgeroepen tot de best geklede man van Nederland? Is dat A, Sergio Herman, B, Danny Vera of C, Jan Kees de Jager? Voor alle fashionista's in de finale ronde. Nou, 3 mensen hebben het goed. Het antwoord is Danny Vera. Hij is de zanger en volgens mij gitarist van de huisband van Voetbal International. Woont ook in Middelburg. Jullie kunnen hem echt heel vaak voorbij zien komen, altijd heel strak in het pak. Voor vraag 4 gaan we even naar een schilderij kijken. Wie is dit?
Is dit A. Michiel de Ruiter, B. Jacob Cats of is dit C. Adriaan van de Venne? Iedereen heeft het goed. Dit was Jacob Cats. Nou, die is geboren in Brouwershaven, was stadspensionaris van Middelburg. En de residentie van Rutte, het Catshuis, is ook naar hem vernoemd. Een Zeeuwse lekkernij. Nou, jullie kunnen vast wel zien wat dit zijn. Mosselen. Nou, die komen natuurlijk uit Ierseke. Maar vroeger waren er veel meer plekken waar mosselculturen waren. En er is één dorp in Zeeuws-Vlaanderen en die staan bekend als de mosselstad. 1700 inwoners ongeveer. Ik heb er vroeger zelf nog in een mosselrestaurant gewerkt. Maar welk Zeeuws-Vlaams dorp is dat nou? Is dat A. Biervliet, B. Breskens of C. Filipine? Nou, gelukkig is er toch nog eentje die naar mijn verhalen over mijn Zeeuws-Vlaamse roots luistert. Wessel, je had het goed. Het is C. Filipine. Goed gedaan. Tot zover de tweede ronde. Nanjar en Wessel zijn met 6 punten door. Kijken we naar de uitslag van de eerste ronde, dan deed Mark het beter dan zijn buurvrouw. En dat betekent... Helaas, Sarah, dat we afscheid moeten nemen van jou. Oh. Ronde 3. Nog 3 kandidaten. Geen meerkeuzevragen meer, maar wie het eerst op de bel drukt. 5 punten nu voor ieder goed antwoord. 2 Amerikaanse presidenten met dezelfde achternaam hadden Zeeuwse roet. Hun voorouders kwamen namelijk uit Oud-Vossemeer. Noem de familienaam van deze presidenten. Mark. Roosevelt. Heel goed. Kom zeg. Nou, voor vraag 2 kijken we naar een filmpje. Waartegen wordt hier actie gevoerd? Tegen de ontpoldering, de Hedwigpolder, omdat ze in Antwerpen meer ruimte willen hebben voor de boten. Ja, heel goed. Het gaat nou om... een stukje lokale geschiedenis. Rond 1600 werkte hier in Middelburg ene Hans Lipperheij en ene Zacharias Jansen. Het waren min of meer buurmannen van elkaar. Beide mannen claimden de uitvinding van iets. Wat hebben ze uitgevonden? Telescoop. Heel goed. Goed gedaan. Hey. Voor vraag 4 gaan we even naar een stukje muziek luisteren. I've been away too long. And every day I missed you more. Dit is toch Raccoon? Ja, maar dat was niet de vraag. Ja, jullie hoorden dus Raccoon, dat had je goed. Nou, de bekende Zeeuwse band uit Goes. Maar hoe heet dit nummer? Love You More. Ja, heel goed. Groeten uit. We zien een kaart, verstuurd vanuit een Zeeuwse badplaats. Om welke badplaats gaat het hier? Mark? Domburg. Heel goed. Dat kun je natuurlijk zien aan het badpaviljoen. Ik neem aan dat je het daarom meteen herkende. Nou, voor de laatste vraag hebben we een voorwerp. En daarom hebben we een speciale gast. Henk van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Welkom. Nou, kijk maar goed. De vraag is, wat is dit? Nou, het is een archeologisch spelattribuut. Het spel wordt nog steeds in Zeeuws-Vlaanderen gespeeld. Iemand? Henk, wil jij ons misschien vertellen wat het is? Zal ik een hint geven? Graag. Nou, Jeu de Boule, dat kennen jullie allemaal. Daar lijkt het enigszins op, alleen Jeu de Boule wordt met een bal gespeeld. En dit is dus een schijf, zoals je ziet, afgeplat aan de onderkant, boven rond. Dus die hoor je in een ellipsbaan tegen een stok. En het is de bedoeling dat je die schijven zo dicht mogelijk tegen die stok aangooit. En dan heb je gewonnen. En hoe heet dat spel? Hoe zeg je? Ik weet niet. Nee, knapper. Nou, goed dat je het toch geprobeerd hebt. Wilt u ons vertellen wat het is? Het is een krulbol. En het behoort dus tot het krulbolspel.
En dat wordt dus op een baan gespeeld in competitie, net als Jules de Boel. Deze is opgegraven in Wilburg. Het is een van de oudste krulbollen in Nederland. Nou Henk, hartelijk bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. En wil jullie meer vondsten zien, dan zul je dus echt moeten komen naar het depot in Wilburg. Waar meer van dergelijke vondsten, krulbollen, maar heel veel andere zaken te zien zijn. Dankjewel. En dat was ronde 3. Met een duidelijke uitslag. Mark 15, Nanjar 10 punten. En helaas 0 voor Wessel. Dus we moeten afscheid van je nemen, maar bedankt voor je deelname. Ronde 4, de finale. Wie wint deze aflevering van de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren? Mark of Nanjar? 10 punten voor ieder goed antwoord. Vraag 1. Zeeland heeft het oudste zeefort van West-Europa. Hoe heet dat fort? Fort Rammekes. Heel goed. Voor vraag 2 gaan we naar een filmpje kijken. Michaeli Adriani Filio Ruitero staat er in het Latijn op het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, dat in Vlissingen een nieuw verfje kreeg nadat het in de nacht met menie was overgoten. En zo kon de Ruiter glimmend en wel weer uitkijken over de stad waar hij in 1607 was geboren en die nu het feit herdacht dat hij 300 jaar geleden stierf. Maar nu de vraag, hoe heette het vlaggenschip van onze Zeeuwse zeeheld Michiel de Ruiter? Lastige vraag. De naam heeft te maken met de indeling van de noordelijke Nederlanden tijdens de opstand tegen Spanje. Hoe heette het schip? Denk aan de indeling in gewesten. Daar. Zeven gewesten? Nee, helaas niet. Het was heel dichtbij. Mark, weet jij het goede antwoord? Ja, drie gewesten. De zeven provinciën. Echt jammer. Het was bijna beslist. Aan de andere kant, dit maakt het nu wel spannender. Want de laatste vraag wordt dus ook de beslissende vraag. Mark kan nog winnen als hij het aantal precies goed heeft. In dat geval scoort hij ook nog bonuspunten voor de klas. Maar het antwoord moet dus precies goed zijn. In Goes staat een opvallend hoge toren die ons vanaf 1957 televisie bracht. Hoe hoog is deze televisietoren van Goes in meters? Nu of eerst? Nu. Laat de bordjes maar zien. Dit meen je niet. Hartstikke goed, allebei 137 meter. Dat is nog eens een goede voorbereiding. Het antwoord was te vinden in de Kanon van Zeeland. En dat betekent 2x10 bonuspunten voor het scholenklassement. Dat kan bijna niet meer misgaan. Maar de winnaar van vandaag is Nanjar. Ja, en de totaalscore van deze klas is dus hoog. 84,6. Daarmee staan ze met afstand bovenaan en ligt de druk volledig in Hulst. Daar spelen we morgen namelijk de laatste aflevering van deze quiz op het Reinaard College. Kijken dus. Heb je goed voorbereid? We kregen een blad met allemaal kanons erop en dat heb ik één keer doorgelezen. En dat helpt. Blijkbaar. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Wil je meer weten over de geschiedenis van Zeeland? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.